Op het moment dat je vaak het idee hebt dat jouw e-mails in de spammap van anderen belandt, heb ik daar een eenvoudige test voor. Wat we gaan doen is we gaan naar mail-tester.com en vervolgens gaan we een testmail sturen naar dit mailadres. Ik kopieer het adres. Ik ga zelf naar mijn eigen postvak in, van in dit geval Google Suite. Ik klik op opstellen. Ik zet aan het aanadres het mailadres dat ik zojuist gekopieerd heb. Ik vul bij het onderwerp test in en hier ook bij even test en dan klik ik op verzenden. Nou, als ik nu terug ga naar de website, klik ik op controleer de score. Hij gaat even nadenken en kijken op welke punten ik mijn e-mail kan verbeteren en of mijn aanname dat mijn mail inderdaad in de spammap belandt klopt. Dat controleert hij nu dus. Oei, dat is niet best. Wat we in dit geval zien is dat mijn mail inderdaad in de spammap van andere beland. Mailtesten geeft ervoor een aantal tips die we hieronder zien. En het begint bij je handtekening is niet geldig. En op het moment dat je handtekening niet geldig is, denkt de ontvanger dat je mail inderdaad van iemand anders afkomstig is, bijvoorbeeld een hacker. En dan is de kans dus groot dat je in een spammap belandt. Verder zie ik dat het SPF-akkoord inderdaad geldig is. We zien hier ook een groen vinkje, dus dat is allemaal ruim in orde. Verder is ook alles in orde. Ik sta niet op een zwarte lijst. Mocht je op een zwarte lijst staan en je maakt gebruik van Google Suite, dan word je er zelf weer afgehaald. Dus dat is iets wat Google dan voor je regelt. Daar zou je niet heel veel zorgen om hoeven te maken. En zodra Spam Assessment denkt dat je wat kan verbeteren, dan heeft dat vaak te maken met de inhoud van je bericht. Want wat Spam Assessment zegt is, ja, je hebt een testmail gestuurd. Test alsjeblieft met echte content. Testnieuwsbrieven zullen altijd gemarkeerd worden als spam. Nou, wat we net deden is, we stuurden een testbericht. Er stond geen vriendelijke groeten bij, er stond geen beste dit en dat. Dus de kans is groot dat als je zo'n bericht stuurt, jou eerder wordt aangemerkt als een spammer. Kortom, had ik een echt bericht gestuurd, dan was de score al 2 punten hoger. Dus dan scoorde ik al een 7. En was mijn handtekening geldig, dan scoorde ik zelfs een 10. En dat is goed om te weten. Mocht je hulp nodig hebben bij het instellen van de DKIM handtekening, of de SPF Awards, of iets in die zin, neem dan contact op met Pepix. Wij hebben er heel veel ervaring mee. En in principe is het voor ons in no time geregeld en kun je weer lekker e-mail sturen. Maar dit is in ieder geval een hele goede methode om te kijken van, kom een mail binnen, wordt het gekenmerkt als spam en hoe zou ik dat eventueel kunnen oplossen? Dat hebben we net vastgesteld met de mailtesten en nu is het tijd voor actie. Succes!